Ik ben Odessa van Mixfight en ik zit hier met Moussiet. Een van de grotere trainers in Nederland met de beste technische basis. Zo heeft Badahari hier ook zijn trainingen gevolgd. En daarom wil ik Moussiet even vragen wat zijn inzichten zijn op betrekking van de wedstrijd die 21 december plaatsvindt. 21 december, ja, dat wordt een hele leuke partij. Op dit moment zie ik eigenlijk niet echt een winnaar uitkomen. Tenzij natuurlijk ja, iemand iets forceert. Badr die heeft een tijdje stilgezeten, Rico ook. Ze hebben allebei best wel hard getraind voor deze partij. Dus ik verwacht eigenlijk een hele goede partij. Wat ik denk dat het een klein voordeel zal zijn voor Badr. Omdat hij natuurlijk een hele goede achtergrond heeft qua tactische dingen. En natuurlijk, hij komt natuurlijk ook bij mij uit de jeugd vandaan, dus hij zal echt een goede basis hebben. En ik heb gehoord dat hij de laatste tijd ook heel goed heeft getraind. Kijk, als Badr goed traint, dan is hij al scherp. En wat ik van Badr ken al die jaren, dat ik mee heb gemaakt, is dat hij meestal in een rematch altijd wel goed terugkomt en meestal ook wint. Want als ik kijk naar de partij tegen Leko, toen had hij verloren, hadden we verloren in de arena. En ja, het was gewoon een kutpartij, hij ging neer. Maar we gingen ervoor trainen. 2 maanden lang en een 4 maanden of 5 maanden later kreeg hij een rematch. En toen heeft hij hem heel mooi aangepakt en met de draaitrap neergetrapt. En toen hebben we, ja, toen is hij eigenlijk, heeft hij naam gemaakt. En vanaf dat moment ja, is hij alleen maar gegroeid. En meestal ook alle rematchpartijen ja, tot nu toe gewonnen, hè, volgens mij. En je inzichten van Rico, want je draait natuurlijk al jaren mee in de kickboxwereld. Je hebt heel veel partijen gezien, heel veel vechters gezien. Wat vind je van Rico als vechter? Ik vind Rico een hele harde werker. Het is een jongen die echt keihard voor werkt. Die leeft voor zijn sport. Kijk, dat moet je ook hebben. Soms kan je beter iemand hebben die keihard werkt voor zijn sport dan iemand die heel veel talent heeft. Dus, en Rico is een jongen die eigenlijk misschien minder talent, maar een hele harde werker. Doet alles voor zijn sport, zit alles opzij, leeft netjes. Echt een familiemens en ja, conditioneel altijd heel sterk. En ik denk dat dat ook zijn kracht is. Zijn sterkste punt is toch zijn conditie. Hij probeert altijd de eerste 2 rondjes te overleven. En daarna groeit hij natuurlijk in zijn spel. En vaak hebben we de andere vechters een beetje moeite mee met het einde van de rit. Dat ze het een beetje opgeven, dat het conditioneel een beetje opraakt. En dan kan hij een beetje groeien. En daar heeft hij eigenlijk zijn sterke punt altijd uitgehaald tot nu toe. Zijn er voorspellingen van andere mensen dat Badr de eerste 3 rondes kans maakt, maar wanneer het verder komt dan de 3 rondes, dat Rico meer kans maakt? Is dat een realistische voorspelling dan? Ik denk dat als ze Badr kennen, denk ik dat het een valse voorspelling is. Waarom? Zoals ik hem ken, is het best wel een hele slimme jongen. Dus hij weet natuurlijk de situatie. Hij weet dat de mensen dat weten. Hij weet dat de mensen dat denken. Dus ik verwacht eerlijk gezegd, als hij slim is, de eerste 2 rondes dat hij niks gaat doen deze keer. En dan vanaf de 3e ronde pas gaat beginnen. En dat hij ook zijn partij kan pakken op punten. Dat verwacht ik. Als ik hem, zoals ik hem goed ken, zal hij dat gaan doen deze keer. Want dat is natuurlijk zijn tactiek, want hij is niet dom. Hij gaat niet meteen als een gek beginnen met de eerste ronde. En dan in de 3e ronde moe worden. Dus nee, ik denk het niet. Ik verwacht natuurlijk het laatste wat ik net zei. Dan heb ik nog een andere vraag voor je. Dit event van Glory draait natuurlijk helemaal om Badr en Rico. Maar er staan natuurlijk andere toppers op het programma. Naar welke partij kijk jij het meest uit? Kijk, het probleem is dat heel veel vechters die eigenlijk de goede partijen neerzetten, die worden vaak vergeten. Mensen kijken naar de grote partijen natuurlijk. Het zijn 2 namen natuurlijk. Het zijn 2 grote jongens, dat zwaargewicht. Dat trekt natuurlijk wat meer publiek. Maar er lopen natuurlijk hele leuke partijen tussen, zoals de Erdogan tegen de Braziliaan Pereira voor een titel. Dat is een hele leuke partij. Ik kan ook niet zomaar 1, 2, 3 zeggen wie de winnaar daaruit komt. Mohamed Jaraya, ook een hele leuke partij tegen Glunder. Dat is ook een hele leuke lichtgewicht partij. Verwacht ik ook heel van, echt, dat wordt een rospartij. Ik zou ook niet zo snel 1, 2, 3 kunnen zien wie er gaat winnen. Want ik denk dat het toch een lichtelijk voor Jaraya. Omdat het toch een jongen is die wat meer conditie heeft dan Glunder.
Ja, er lopen natuurlijk heel veel partijen. Michael Doet zit er met altijd een goede knockout erin. Er zit, Tavares zit erin met een hele mooie partij. Ik weet niet wie de tegenstander is, maar verwacht ik ook natuurlijk een leuke partij van. Dus eigenlijk, het is niet alleen de hoofdpartij, maar er zijn heel veel partijen die hele leuke publiek kunnen vermaken. Dus ik verwacht voor die anderen veel meer eigenlijk. Nou, dan wil ik je bedanken voor je tijd. En dan kijken we samen uit naar zaterdag.